Ongeautoriseerde accessoires niet meer welkom op de Xbox en Microsoft smeert met Call of Duty op je homescreen. Dit is de week met XBNL. Zo, daar waren we weer mannen. En deze week komt oudgediende Niels na een aantal weken afwezigheid weer terug. Welkom jongen. Bonjour, mesdames, messieurs. Hoe is het leven? Ça va bien, oui. Ja. Nee, Argentijns moet het zijn, hè? Wacht even. Ja, doe dat maar even. Ja, nee, ik zit natuurlijk te popelen om bij die podcasten zijn. Want ik hoor natuurlijk dingen afgelopen weken. En ik denk van ja, jongens, waar hebben we het nou over? Wat zijn we allemaal aan het... Dus ik moet natuurlijk weer hier... Ik zit hier gewoon klaar weer om mijn mening te verkondigen. Om vast iemand heen te lullen en te irriteren. Dus ja. Nou, dan heb ik in ieder geval voor jou een idee. Als dat de reden is dat je hier bent, ik ga je naam veranderen. En ondertussen vraag ik even aan Rick hoe het met onze Rick is. Ja, nou ja, prima jongens. Druk weekje zo, hè. Ik bedoel, die game releases, die stoppen maar niet. Dus ik af en toe denk wel eens van, waar moeten we de tijd vandaan halen? Maar ik geloof dat jij daar een mooie column over geschreven hebt, Domingo, waar we later in deze podcast uitgebreid over gaan praten. Dus daar heb ik wel wat geschud voor. En verder gaat het zijn gangetje. Lijkt me een goed idee, Rick. Goed om te horen. Mocht jij nou voor het eerst intunen op dit kanaal en denken, joh, waar luister ik nou naar? Je luistert naar de week met XBNL, aflevering 269. Ik ben blij dat hij deze keer ook goed in beeld staat. Dat is toch een beetje het effect wat er gebeurt als onze Jeffrey er niet is. Wij horen daarnaast bij de website www.xboxnederland.nl, jouw nieuwsite om alles te weten te komen over de Xbox, de nieuwste games. We verslaan reviews. Je kunt zo gek niet bedenken of het staat erop. Dan zeg je nou van joh, ik wil ook wel weten wie daar verder achter de schermen zitten. We hebben een hele leuke community op Discord die elkaar elke dag goedemorgen wenst, koffie uitdeelt en stevige discussies voert. Dus onze link vind je daarnaast in de gezonde, bio. Gezonde, stevige discussies. Wat zeg jij Niels? Gezonde, stevige discussies. Gezonde, stevige discussies, inderdaad. Dat klopt. Jongens, we beginnen gelijk even met topic 1 van deze aflevering. Namelijk dat Microsoft deze week bekend heeft gemaakt om ongeautoriseerde accessoires te gaan blokkeren. Rick, vertel eens, hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Sommige mensen kregen dat ineens in beeld met het aansluiten van bepaalde controllers of headsets. En Microsoft heeft daar aanvankelijk niet op gereageerd. Maar er kwamen steeds meer van dat soort berichten. En uiteindelijk heeft Microsoft ergens halverwege de week aangegeven dat ze vanaf half november gelicenseerde producten, dat je die niet meer kunt gebruiken op de Xbox. Dus dat ze daar de ondersteuning voor stoppen en dat die geblokkeerd zijn. En ja, met andere woorden, daar zit je dan met je controletje van een of andere third-party bedrijf. Dus daar was commotie over. Met name omdat men natuurlijk niet zo goed wist, ja, geldt dat ook voor mijn Turtle Beach headset? Of geldt dat ook voor mijn, weet ik veel, wat voor controllers je allemaal in de markt hebt? Nou, Microsoft heeft daarover gezegd, alles, hè. Je hebt natuurlijk heel veel, gewoon allerlei derde partijen producten. En dan staat op die verpakking dat het een, wat voor zegel is het eigenlijk? Nou ja, iets dat het een Xbox, hè, of door Xbox ondersteund wordt. Hier, je ziet hier een voorbeeld van die Horizon controller, Forza Horizon 5 controller. Nou, dat is in samenwerking met Xbox gemaakt. Daar hoef je geen zorgen over te maken. De meeste headsets hoef je ook geen zorgen over te maken. Maar goed, er zijn wat derde partijen die hier niet gelukkig mee zijn. Ja, en de vraag is natuurlijk van ja, wat is hier nou het nut van? En een van de dingen die in ieder geval in de community genoemd werd, want ja, ik zat zelf ook na te denken van ja, waarom zou je dat doen, weet je wel? Als mensen een goedkope plastic controller van 20, 30 euro willen aanschaffen, laat ze dat lekker doen. Dat is natuurlijk prima, maar om die producten gaat het ook niet per se, maar het gaat bijvoorbeeld ook om producten waarmee je kunt cheaten. Ja, of waarmee je bepaalde dingen in-game naar je hand kunt zetten. Kennelijk heb je van dat soort controllers of dingen die je via USB aan je Xbox kunt aansluiten. Ik weet ook niet precies wat voor dingen dat dan exact zijn of hoe die dan heten. Maar er is kennelijk een markt voor en dat willen ze stoppen.
Zelfs het pennendoosje willen ze niet, hè? Dan denk ze, fuck off, joh, met je pennendoosje. Die blokkeren we ook. Het staat wel een mooie Xbox logo. Ja, toch? Ik vind hem ook wel vet, eigenlijk. Ja. Voor de luisteraar ziet een pennendoosje van Xbox gewoon Series X model. Heel wel mooi. Ja. Ja. Ja, het is, Microsoft is een beetje de bezem erdoor aan het halen. En we zagen er wel wat meer van dit soort opvallende berichten van de week ook. Dat ineens Xbox console in Brazilië met weet ik hoeveel honden of tientallen dollars in prijs verhoogd is. Nou, we gaan het dadelijk hebben over advertenties die we ineens in beeld zien. Ja. We zagen een bericht voorbij komen dat Microsoft medewerkers vanaf januari voor hun Game Pass subscriptie moeten gaan betalen. Dus gewoon mensen die voor Xbox werken. En daar heb je bepaalde perks die stoppen. Dus ja, het zijn allemaal tekenen, zeg maar, waarvan ik denk van ja, wat gebeurt daar? Hè? Van, ja. Het lijkt alsof ze de teugels wat aan het aantrekken zijn. En nou ja, goed, van, om weer even terug te komen op dit topic van die derde partijen controllers en zo. Ja, het zij zo. Maar goed, het is wel een ontwikkeling die ik in ieder geval en jullie denk ik ook gaan blijven volgen. Want er zijn op allerlei gebieden zijn ze wat strakker regels aan het invoeren. Waarbij ik dus benieuwd ben welke richting dit allemaal opgaat. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het op zich een redelijk goede ontwikkeling. Juist omdat men hiermee wel hackers en cheaters behoorlijk tegen kan gaan. Ik hoorde inderdaad vorige week ook een aantal merknamen langskomen die dat mogelijk maakt op de Xbox. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog die zogeheten rapid fire controllers die hiermee ja, gewoon worden verbannen. Ja. Dus wat dat er gaat, vind ik het een goede ontwikkeling. Ik zit alleen wel even scheef naar de chat te kijken. En ik denk dat Evil Terror wel een goed punt aanhaalt. Dat is namelijk wel dat mensen die speciale controllers hebben, hè, die van de derde partij komen, die mensen die hebben wellicht een beperking waardoor ze een speciale controller hebben, die kunnen hiermee wel de dupe worden. En dat, ja, is wat mij betreft wel een zorgwekkend dingetje, want kans is gewoon dat je mensen met een beperking hiermee kan uitsluiten van jouw console. Ja. Ja, of mensen, ik bedoel, laten we wel wezen, hè, als jij een controller wil halen, dan hebben wij alle drie een goed betaalde baan. Nou, is het niet zo dat we alle drie even makkelijk €70 neerleggen, maar als het nodig is, kopen we een controller van €70. Maar dat is natuurlijk voor heel veel gezinnen helemaal niet zo. Dus als die een controller van €20-30 op de plank zien liggen, die, hè, niet designed voor Xbox is. Ik zag net al een plaatje voorbij komen in de Discord. Ja, dat is gewoon een hoop geld. Dus het raakt wel daadwerkelijk mensen met beperking, maar ook zonder beperking, die het gewoon wat minder breed hebben, die wel hun kinderen een leuke gameervaring gunnen. Ja. Maar ja, dadelijk allerlei producten in huis hebben waar ze niks meer mee kunnen. Dus ja, dat zo eenzijdig op korte termijn gewoon, ja, kennelijk kan, dat ze dat blokkeren, dat zint mij niet. Nee. En als je dan, en je hebt weinig ruimte om daartegen in verweer te gaan. Hè, want dan komen we op die discussie uit waar we afgelopen jaren regelmatig over gehad hebben. Hoe contact je naar Microsoft als je met een probleem zit in Nederland? Hoe zit ik er tegen? Ja, ik heb niet zo heel veel producten die heel ver. Dus ik ben wat dat betreft echt zo'n perfecte klant van Microsoft. ik moet wel binnenkort denk ik een nieuwe controller hebben. Alhoewel ik dus vandaag een Xbox Series X heb besteld weer voor die komt morgen aan. Met een, ja, gewoon een controller die erbij hoort. Maar goed, ik weet natuurlijk van alle third-party controllers wel af. Die ook echt €200 zijn, wat dan ook. Ik vind het alleen raar. Kijk, Microsoft die stuurt altijd op een visie van open ecosysteem. En we willen iedereen naar het Xbox-ecosysteem hebben. Ja, dan moet je dat ook de toegankelijkheid ook hoog houden, vind ik. Dus dan moet je dat niet dit soort dingen gaan doen. Nee. Dus. En zit er nou toch een soort van certificaat op? Wie? Want in de chat zei het net ook al. Maar ja, Little Evil zei ervan, kun je gewoon gecertificeerd doen? Door het sluit er aan op je Xbox, dan moet het er gewoon doen. Lijkt mij dan. Ja. Nou ja, goed. Ja. Nou, congrats met je nieuwe Series X, Niels, wat er in de chat gezegd. Ja, dank je. Dat, ja. Nou, nieuw, tweedehands, maar dan alsnog nieuw. Ja, maar je hebt er wel één, dus dat is fijn. Inderdaad, ik had het natuurlijk verkocht voor mijn reis naar Argentinië. Ja. Dus nu is het weer tijd. Nou, ik heb een jaar geen Series X gehad, zo'n beetje. Dikke jongen. Ontwenningsverschijnselen en zo. Bleh. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik gewoon de Series S van Rick heb mogen lenen in de tussentijd. En dan kon ik in ieder geval nog met jullie in de party zitten. Maar inderdaad, morgen komt dan eindelijk mijn eigen Series X weer. Ja, lekker. Dus jullie horen het. Mocht je zelf op zoek zijn naar een leenvariant van de Series S. Je kan daarvoor altijd terecht bij onze Rick.
Stuur je voor even een mailtje naar noreply@xbox.nl. Ja. Morgen staat ook een Series S te kopen in een marktplaats. Dat is niet van Rick dan. Weet je wel. Hey, ik zit hier trouwens nog even over na te denken, mannen. Maar ik denk dat ik hiermee wel benadeeld ga worden. Wat dan? Ik heb namelijk in plaats van de Elite Controller 2, want dat vond ik echt een waardeloze controller, waarmee ik 3 keer een vervangen model heb gehad, heb ik hem vervangen voor een SCUF Instinct Pro. En daar staat geloof ik geen design voor Xbox op. Nee, maar ik heb wel een bericht van SCUF gelezen dat hun controllers gesupport gaan worden. Want ja, dat geldt inderdaad. In de partner, toch? SCUF? Ja, nou, in ieder geval die hele dure SCUF controller. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar... De Elite Pro, die heb ik. Ja, dat komt goed. Met die controller is dat wel geregeld, las ik van de week. Dankjewel dat jij mijn gemoedsrust even sustrikt. Dat vind ik Ja, maar dan word je toch helemaal lauw, jongen. Betaal je 200 nog wat euro om gewoon een fijne controller te hebben. En dan zegt Microsoft, ja, koop maar weer helemaal een nieuwe. Inderdaad, dat dus. En heb je net aan je maatje een maand geleden gezegd, joh, waarom koop jij die ook niet? Ja. Hoewel ik trouwens Starfield een middelmatige game vond, ik vind die controller nog wel echt steeds super mooi. Ja, die controller is echt sick. Jammer dat ik die niet heb gehaald toen. Die hele line-up is gewoon, ziet er slik uit. Ja, alles ziet er slik uit, ja. Nice. Hey mannen, we gaan gauw door naar het volgende topic. En dat gaat eigenlijk ook weer over Microsoft en ook weer over gevoelige dingetjes en veranderingen. Want gisteren, klokslag 6 uur, ging de Early Access campaign van Modern Warfare 3 live. En opeens werden gamers, Xbox-bezitters van over de hele wereld onaangenaam verrast met een schermvullende, smerige ad, waarin standaard eigenlijk ook nog het selectieknopje op buy stond. Mannen, wat vinden we daarvan? Ja, dat was reclame voor Modern Warfare 3, toch? Ja. Ja. Ja, oprotten met die shit. Gewoon heel duidelijk. Ja. Het is gewoon, weet je hebt inderdaad, we hadden natuurlijk discussie in Discord ook al. Je hebt gewoon een prachtige tegel op je dashboard. Prima als daar reclame staat. Maar ga me niet hinderen in mijn proces, zoals Vincent het mooi noemde, om een fucking game te gaan starten. Rot op, man. Ik hoef niet gepusht te worden met allerlei reclame. Ik weet de game ook al te vinden. Ja. Ja, goed, ik zou het misschien in iets minder krachttermen uitspreken als misdeed. Maar optieven. Nee, nou kijk, ik ben wel voor ads binnen het Xbox-ecosysteem. Dus ik denk dat dat een mooie manier is om een service zoals Game Pass en andere services van het, binnen het Xbox-ecosysteem, om dat betaalbaar te houden. Want... Ja, als je nou een tegeltje gewoon op je frontpage op je Xbox kunt zetten met Modern Warfare, nou reken maar dat behoorlijk wat geld in het laadje brengt voor Microsoft. En dat vloeit, hoe dan ook linksom, rechtsom, vloeit terug naar ons als gamers. Dus ik ben niet per se tegen ads, maar niet zo intrusief als deze. Hè, dat die bij het opstarten, van de week, kids startte hem op. Mijn vriendin zat op de bank en die zei, wat is dit nou weer? Krijg je ineens een Modern Warfare 18 plus game vol in je beeld? Ja, daar zit je gewoon niet op te wachten. Ja. Dus dat lijkt me te verhelpen. Maar waar mij dan een beetje mijn zorgen zit, is dat ik denk van ja, waar eindigt dit? Ja. Weet je, dus tot een half jaar geleden, even laten we dat even markeren, hè, waren er ook nog geen ads überhaupt op de frontpage. Dus ja. He, die hele frontpage, dat design, de UI is veranderd, kwamen ad-tegels bij. Dat was er eerst 1. Targeted advertenties, er werden er 2. En nu heb ik er vaak al 3 naast elkaar. Prima, weet je, laat maar lekker zitten. Daar heb ik niet zo heel veel last van. Nu is het 1 vol in je beeld. Wat is de volgende stap? Dat klinkt nu misschien nog een beetje als van, ja, weet je, dat is een wel heel doemscenario. Maar ik, als dit in games gaat komen... Zoals je nu in YouTube, hè, als je een YouTube-filmpje draait, dat je eerst strontziek wordt van iedere keer 15 seconden reclame. Spotify hè, heeft het ook. Adblock. Dat wordt de volgende stap, mensen. Als we niet tegen dit soort dingen in verzet gaan. De volgende stap wordt advertenties in games. Misschien eerst meer sublimaal, zeg maar. Hè, dat je het wat onopgemerkt gebeurt. Tot aan het moment van, ja, hier heb je Game Pass, super laag tarief, je kunt deze game spelen, maar om het half uur proppen we even reclame van 30 seconden, terwijl je in Jussin de berg aan het beklimmen bent. Ja.
Maar dan zijn de pepernoten zuur, jongen, kan ik je vertellen. Maar wat dus kunnen we doen dan? Dat het nog zuurder wordt als je gewoon in een gulag zit in Modern Warfare of net een strafschop moet nemen in EA Sports FC 24. En bam, hier heb je reclame. Ja. Ja. Maar voordat je verder gaat en op de A-knop drukt, hier even een reclame van de nieuwste game. Dus, jij die nu kijkt, kijk me aan. Je gaat nu naar de website xboxnederland.nl. Je gaat naar die column, of wat was het, een poll. En je gaat erin zetten, hashtag stop ads now. Nu kan het nog. Over een half jaar is het te laat. Ja, echt hoor. Zit je Ori te spelen, heb je even reclame. Ja. Maar wat kunnen we hier concreet tegen doen dan? Inderdaad, behalve misschien Twitter of X te bestoken met allerlei onvrede. Moeten we hierover schrijven? Wat kunnen we dus mensen thuis doen? Ja, kijk, vanuit de XBNL heb ik op de social media, op Twitter in dit geval, of X moet ik zeggen, heb ik die marketingdirecteur, die heb ik gewoon in zijn tweet, hebben we gereplied. En ik zag dat onze vrienden van Live is Xbox dat ook gedaan hebben. En dat je ging zeggen andere mensen die we kennen. Okay. Ja, gewoon zeggen, jongens, hier zijn we niet van gediend. En weet je, ik weet niet of die leest, maar waarschijnlijk wel, want zo groot is dat account nou ook weer niet. Dus dat soort feedback moet je gewoon geven. En als ze er iets mee doen, dat heb je niet in de hand. Maar stil zijn is zeker ook niet de optie. Ja. Weet je wat ik hier ook wel gevaarlijk aan vind, overigens? En dat zei Vincent, Jess en El natuurlijk ook al heel terecht vanmiddag, dat die advertentie stond standaard al op de knop buy. Stel je voor. Hij zei ook trouwens dat in bepaalde landen is dat niet toegestaan. Dus dat kan al een staartje krijgen. Maar stel je nou eens voor dat je kinderen hebt. Je bent niet heel erg bekend met je Xbox. Je speelt af en toe een keertje. Je hebt niks van een pincode erop zitten. Ik heb dat zelf gelukkig wel. Maar stel, je hebt er niks van een pincode op zitten en PayPal, ik noem maar even wat. Dan kunnen je kinderen dus ook gelijk op die manier per ongeluk met één druk op de knop wellicht al een game gaan aanschaffen op jouw account als je een keer gebruik maakt van je Xbox. En want dat vind ik gewoon op scherm te krijgen. Dan zo'n beeldvullende advertentie. Ja. Oké, maar helemaal eens. Het is podcast aflevering 269. Laten we een profetische voorspelling doen. Chat, luister even mee. Aflevering 400. Ja, dus dat is, wat is het, over 3-4 jaar. Hebben we dan advertenties in games, die dus echt de game even stopzetten om een advertentie af te spelen? Domingo, alleen een ja of nee? Vind je het goed als ik even mijn moeder bel? Bel maar even. Niels? Nee, gaan we niet krijgen. Chat? Peter zegt nee, ik zeg ook nee. Ik denk dat het niet zo ver komt. Domingo, je hebt je moeder inmiddels gebeld, zie ik. Nee, ik denk dat Microsoft wel behoorlijk is geschrokken van de backlash die er nu online was. Ook mede, ik hoorde net Little Evil ook al zeggen, ja weet je, ze hebben dit ook bij Starfield en Forza gedaan, dat klopt. Maar dat zijn wel Game Pass games, weet je, dat maakt wel even een verschilletje. Ik ga ervan uit dat het merendeel van de Xbox community ook Game Pass heeft, waarbij het ze geen geld kost. Maar dit, wat ik ook online zag binnen de community, het was alleen maar haat. Op Reddit, op X, het stond helemaal vol. En ik denk dat Microsoft dat soort slechte marketing eigenlijk niet wil hebben. Ja. Nou ja, de chat is eensgezind met ons. Peter denk ook dat we niet zo ver komen. Picnic, Curious Moose ook niet. Michaeltje ook niet. Dus, nou goed, we gaan het zien. Daar nog even op terugkomen. We hadden inderdaad een poll. Waarin we ook aan de community vroegen van, joh, wat denken jullie? En nou ja, ook dat is eensgezind, want we hebben 30 stemmen, waarvan 27 stemmen, oftewel 90% zegt, nee, wegwezen met advertenties. Dat willen wij niet. En 3 votes, oftewel 10% voor, ja hoor, geen probleem. Dus ik verwacht ook dat die mensen zich binnen nu in een week bekendmaken binnen onze community. En vanaf heden alleen nog naar ons kunnen kijken vanaf 49,99 per maand. Deal? Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. We gaan gauw verder. Niels, mag ik van jou een tune? Ligt voor Niels open. In 2 minuten. Ja, die heb ik al net allemaal niet. Dus dat is echt enige die ik opzocht. En, of hier? Nee, die hebben we wel. Ik speel er nog niet van, kan nog niet.
gewoon in Japan zelf gemaakt, hè, dit. Het is gewoon cultuur gesnoven in Japan. Geïnspireerd raken door de media daar, die serieus op deze manier ook nog steeds daar communiceren. Dus wees, denk niet dat het jaren 80 is of zo. Het is nog steeds daar gaande. Het leven is mooi en alles is overdreven. Ja, toen moest ze een nieuwe tune hebben, las ik in de redactie. Of nou, oh, leuk. Ben jij zelf ooit in Japan geweest? Zeg ik toch net? 2,5 maand, jongens. Ondergedompeld in de cultuur daar. Ja. Oh, nice. Maar goed, ga verder. Gewoon verder. Ja. Want er is weer wat nieuws in 2 minuten. Rick, wat is er aan de hand met Lies of P? Lies of P, mensen. Dat is natuurlijk de game die in september uitkwam. Souls-like game van Neowitz. Zeg ik het goed? Neowitz Games. En de game kreeg heel veel lovende kritieken. Laat ik daarmee beginnen. Ook vanuit de redactie. Of althans, ik had hem gereviewd. Ik heb hem een 9 gegeven, geloof ik. Nou, anderen die hem gespeeld hadden binnen onze Discord waren ook heel positief over. Maar er was ook wat kritiek. En een van de kritieken is, of was en is nog wel een beetje, is dat de game te moeilijk is. Nou hoort dat natuurlijk een beetje bij het genre. Dus op zich is dat niet zo erg. Maar er zaten wat difficulty spikes in die toch de game wel behoorlijk ontoegankelijk maakten. En één van de 2 nieuwtjes van deze week is dat ze de game toegankelijker gemaakt hebben. En zonder nu in allerlei details te treden, wil ik daar 2 dingen uitnoemen. Eén daarvan is dat ze ze hebben een bepaalde dodge die je vrij kunt spelen, de Rising Dodge. Die hebben ze nu in de default gegeven. Dus die heeft jouw character gewoon, waar je die normaal zou moeten vrijspelen en best al wat progressie moest maken om op dat punt te komen, hebben ze die nu vrijgegeven. En het voordeel, kijk, je ziet het hier nu ook in beeld, hè? Je character heeft maar een hele kleine window om te bewegen. En met deze dodge vergroot je jouw bewegingsruimte en jouw snelheid en ben je dus wendbaarder en minder makkelijk te raken. En dat is denk ik een hele goede verbetering om deze game wat meer in balans te brengen. Met name ook omdat je hem vanaf het begin van de game hebt. En om het begin van die game nog wat meer te boosten, en dat is dan het tweede en laatste punt, in ieder geval wat ik in ieder geval de moeite vind om te bespreken, is dat je een bepaalde in-game currency vrij vroeg in de game krijgt. Dat zijn dus zogenaamde quarts. En die quarts die heb je nodig om je P-orgaan, dus je Pinocchio-functies, te ontwikkelen om bepaalde speciale aanvallen vrij te kunnen spelen. En daar ga je in het begin een boost voor krijgen. Dus het is niet zo in deze update dat ze allerlei bosses makkelijker makkelijker gemaakt hebben. Maar ze hebben jouw character iets sterker gemaakt, waardoor je in de beginfase wat beter doorheen komt. En ik denk dat dat een hele goede update is. Dus ze doen geen afbreuk aan de bosses, maar ze maken je character wat beter. En om het af te toppen hebben ze verder... We weten dat ze werken aan een DLC. En ze hebben daar nu de eerste paar, hoe moet je dat noemen, art pieces van laten zien. En dat ziet er goed uit, maar dat is nog verder niet concreet. Geen idee wanneer dat uitkomt, wat de content daarvan is. Maar in ieder geval, studio is goed bezig. 1 miljoen verkochte exemplaren en private kicking. Dat is hartstikke mooi. Echt een probleem, jongen. Dus we hebben over 7 weken is het einde van het jaar. Dan gaan we lijstjes maken van wat wij goede games vinden dit jaar. En ik heb gewoon nog 80% van de games die dit jaar zijn uitgekomen, heb ik nog niet eens gespeeld. Waaronder dus deze. Ja. Terwijl ik zeker weet, ik zie de nieuwe setting ook van de game. Ik zie hoe het in elkaar steekt. Ik ga deze game leuk vinden. Dat weet ik nu al. Ja, zeker weten. Ja, dat raakt heel erg aan de column van Domingo voor zometeen. Oh ja. Dat is waar, echt een... Weet je wat ik morgen leuk vind? Ja, ik zei het vorige week ook al. Maar je hebt het weer over een game waarin je zelf pijniger centraal staat. Of je hebt het over retro. En wie komt er die chat binnen banjeren? Demos, ja. Het is echt alsof die jongen dat timed. Ja, die heeft daar een neusje voor. Ja, dat blijkt. Binnen met een burn, ik was in slaap gedonderd. Hoe ben je in slaap gedonderd tijdens onze podcast? Is dat een verwijt naar ons? Wat is dit? Ik denk dat hij ervoor al in slaap was. Ah, oké, dan is het. Ik kan me niet voorstellen dat iemand tijdens onze podcast in slaap valt. Nee, dat kan me ook niet voorstellen. Hey mannen, we gaan gauw door, want de Game Pass is afgelopen week en komende weken wordt die weer flink gevuld met games. Even een greep uit de games die afgelopen week zijn uitgekomen, onder andere Headbangers Rhythm Royale, Jusson, die wij straks nog even verder gaan bespreken.
War Tales. En er komen de komende week ook nog een aantal games uit in de vorm van Football Manager 24, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name en Wild Hearts. Mocht je nou weten, hè, want dit is eigenlijk een greep uit een aantal games. Mocht je nou willen weten wat er nog meer uitkomt, ga dan even naar www.xboxnederland.nl voor de volledige lijst. Van een games, hè? Ongelooflijk. Ja, het slaat helemaal nergens meer op. Het slaat echt nergens meer op. Hey, Niels, een van jouw favoriete games, denk ik. Witcher 3. Ook? Oh. Maar tenzij die valt onder Remedy Entertainment, hebben we daar geen update over? Over welke games hebben we dat wel? Hebben wij een update over Alan Wake 2? Ja, die game is uit. En voordat je gaat vragen, Skull & Bone valt niet onder Remedy Entertainment. Oh, jongens. Je hebt, dat nieuws nog niet meegekregen, Niels. Dat is echt een juist staatje. Ja, de Control 2, daar wordt aan gewerkt. Maar Max Payne, remake 1 Ja, die remake, ja. Maar daar heb ik een update van gekregen dat ze daar gewoon mee verder gaan. Nu toch de productie bestarten daarmee. Ja, het is in productie inmiddels. Nou, tot zover dit nieuwtje. Dankjewel, Niels. Ja, maar dat is al op zich een lijn der verwachting, hoor. Ik zei het al in een artikel wat ik ooit geschreven toen het aangekondigd. Jongens, dit is no way gaat het in komende jaren komen, dit. Dit is echt niet, dat hoeft niet te verwachten. Ja, het is allebei nog ver weg. Ook Control 2. Ja, ze hebben gewoon naar die aandeelhouders aangegeven. Ja, we werken eraan, maar Control 2 is volgens mij nog in pre-productie. En Max Payne 1 en 2 remake in productie, maar in een vroeg stadium. Ja, dit wordt 2025. Precies, ik denk inderdaad Max Payne 2025. Ja. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Rick, jij bent een beetje boos over een update die is aangekondigd. Of boos, misschien teleurgesteld. Dus misschien een beter woord. Vertel, wat is er aan de hand? Teleurgesteld. Nee, nou ja, we hebben het over Grounded, de game van Obsidian. De Honey, I Shrunk the Kids games, die we met veel plezier gespeeld hebben, alle drie. En met ons meerdere binnen onze community. En dus iedere keer we wachten op een nieuwe update. En we wisten dat in het najaar, in november, 13 november om precies te zijn, dat er een nieuwe update zou komen. Wij hadden vurig gehoopt dat dat een update zou zijn. Een nieuw verhaal in de tuin, of nog beter, een tunnel naar een nieuwe tuin of een zipline desnoods. Interesseert me geen worst. Als we maar even een kijkje bij de buren gaan nemen om te zien of het gras daar groener is. Maar dat is helaas allemaal niet het geval. Obsidian heeft ervoor gekozen om een playgrounds mode aan Grounded toe te voegen. En dat betekent zoiets als, nou ja, misschien ken je de blueprints van Forza Horizon 5 of Forge in Halo Infinite. Dit is dat. Dus je kan in de tuin de fysieke omgeving gaan aanpassen. Dat noemen ze dus de playground mode. Daarin kun je bepaalde levels zelf creëren. Bepaalde uitdagingen maken waar andere spelers dan mee aan de slag kunnen. Dus de dingen die jij ontwerpt kun je publishen, kun je online zetten, kunnen andere spelers mee aan de slag gaan. En op zich is dat idee wel leuk. Grounded is daar ook wel de community naar. Maar persoonlijk is het niet de update waar ik op gehoopt had. Dus en ik had ook, we hebben zo'n vast Grounded clubje, onder andere met Peter en Jeff, die zitten daar ook in. Nou, ik zal Jeff niet quoten, want er kwam neer op iets met 3 cijfers waar de K en de U en de T in zaten. En, cijfers zelfs. Oh. Ja, en Peter die zei ook zoiets, nou, hier wordt hij ook niet gelukkig van. Dus, maar goed, ja, voor sommigen is dit waarschijnlijk echt een super toffe update. En wil je er meer over weten, check dan even xboxnederland.nl. Ik heb een trailertje gepost en een achtergrondverhaal erbij. Ja. Maar ligt het toch ook aan wat mensen mee gaan doen? Ik kan al herinneren, 10 jaar geleden met Little Big Planet, ken je de game nog van de PlayStation? Ja, zeker. Er zat zo'n creatieve community achter dat je gewoon constant van die levels kon downloaden, zeg maar online van alle andere mensen. Je kon gewoon 15 levels of zo nog erdoor spelen. Dat zag er echt wel heel goed uit. Alleen dan moet het wel komen, zeg maar. Dan moeten mensen dat wel gaan doen. Ja. Goed, we moeten het gaan zien. Ja. Binnen ons groepje was in ieder geval, hadden we zoiets, we zijn toe echt aan een nieuw verhaal door Obsidian zelf. Hoe goed bepaalde community creaties ook kunnen zijn. Wij wilden eigenlijk gewoon een nieuw verhaal vanuit de ontwikkelaars zelf en bij voorkeur een nieuwe tuin. Maar Jeff zei ook in de partychat gisteren, en dat vond ik op zich wel een, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar misschien moeten we dit ook zien als een soort tussenstap van de ontwikkelaars om bepaalde, hoe zeiden dat nou?
ja, om een bepaalde blauwdruk neer te leggen waarmee ze zelf ook weer kunnen bouwen. He, dus zo van, ja, die tools moesten toch ontwikkeld worden. Dan ontwikkelen we ze wel eerst voor de community. Kunnen zij daar in de vorm van de playgrounds en modes mee aan de slag? En dan kunnen zij die tools weer gebruiken om nieuwe DLC te gaan ontwikkelen. Dat was een beetje Jeff's hypothese. En dat klonk op zich aannemelijk. Ik weet niet of ik nou helemaal goed uitleg wat hij bedoelde. Maar volgens mij was dat een beetje de strekking. Maar goed, dan is het in de lijn der verwachting van dat zou dan kunnen zijn dat de 2024 gewoon een mooi expansion pack krijgt, toch? Ja, precies. Nice. Oké. Dankjewel, Rick. Yes. Gaan we door naar het volgende puntje. En dat is eigenlijk alweer de laatste voor het nieuws in 2 minuten. Wat we even te doen, dus er zit progressie in. Dat is namelijk BlizzCon. Dat is vandaag begonnen en dat loopt tot en met morgen. En we hebben tot nu toe weinig Xbox nieuwtjes gezien. Maar wel veel Spencer op het podium. En ik denk dat het grootste nieuwtje tot nu toe... Eigenlijk is dat de eerste expansion voor Diablo 4 is aangekondigd. Ik weet niet of we daar beelden van hebben. Ja, dit zijn de beelden. Vessel of Hatred gaat het heten. En ja, ik moet zeggen jongens, wij kregen dit net vlak voor de podcast onder ogen. Maar dit ziet er toch wel heel vet uit hoor. Ja, dat is goed hè. Dan kunnen ze dat goed hè, bij Blizzard. Die cinematics, jongen, die aankondigingen. Ai, ai, ai. Sick. Gaat op de planning voor late 2024. Dus daar kunnen we nog wel even een jaartje op gaan wachten. Ja. En ik las net ook nog even uit mijn ooghoek dat er een nieuwe klas meekomt met deze expansion. Ja. En volgens de makers is dat een klas die wij nog nooit eerder hebben gezien binnen het Diablo-universum. Of dat betekent dat dat een fantastische, goede nieuwe klas wordt. Of dat dat een klas wordt die of weer ontzettend underpowered wordt of overpowered, of er allerlei foutjes in zitten, dat laat ik nog even in het midden. Maar dat zien wij dan wel weer. Ik had zeggen, we weten volgende week ongetwijfeld wat meer. Ja, zo is dat. Niels, mag ik een review-tuntje? Zeker. Welke zullen we eens kiezen? Doe deze maar. Reviews van helemaal goud, helemaal kut, XboxNL. Ja mensen, want we hebben nogal wat reviews op de planning staan. Afgelopen week zijn er maar liefst 5 reviews geschreven. Waaronder door Rick, mezelf en Niels. Niels, vertel eens, welke game heb jij gereviewd? Ik heb de game Shuzon gereviewd. Een game die wij ook op de Gamescom hebben gespeeld. We zijn in gesprek gegaan met de developer destijds. En daarvan wisten we eigenlijk al van tevoren van, ja, er wordt iets moois, weet je, de stijl van de game, de muziek, de sfeer en alles, dat ziet er gewoon super goed uit. En ik ben hem gaan spelen en dat, op zich, die verwachting was helemaal waargemaakt, dus het is inderdaad ook een super mooie game. De gameplay is erg simpel, want je moet alleen maar klimmen eigenlijk, maar ja, de uitdaging blijft er wel in zitten met klimmen, dus je hoeft niet alleen maar de rechter en linker trigger elke keer één voor één indrukken om naar boven te gaan. Je hebt meerdere soorten omgevingen. Daarom blijft het ook leuk om te spelen. Het is wel een vrij korte game. Denk dat je met 10 uur wel klaar bent. Alleen, ik had wel een groot minpuntje, vond ik, helemaal voor een Don't Not game. Don't Not games zijn natuurlijk erg sterk met de verhalen. En ook zeker de presentatie van het verhaal. En die vond ik bij deze game toch wat minder. Dus daar vond ik denk van, nou, als je dan kiest voor een game waar niks wordt gezegd, waar je het moet hebben van je omgeving om te kijken wat het grotere narratief is, hè, wat het grotere verhaal wat wordt verteld hier, dan vind ik deze wel tekortschieten. Dus ook, je hebt zeg maar meerdere documenten liggen ook, die het verhaal vertellen van de mensen die er hebben gewoond. Maar ook die worden niet sterk gepresenteerd, of zit ook niet een hele grote rode lijn in. Dus, nou, ik denk dat hadden ze best wel goed kunnen doen. Willen ze dit echt naar een hoger niveau gaan tillen, à la 9 of 10, ja. Terwijl, ik zie in de hele industrie breed, zie ik gewoon 9's voorbij kunnen. Van, nou ja, op verhaalgebied ben ik niet helemaal super satisfied of zo. Nee. Of niet, Rick? Nou ja, absoluut mee eens. Het is eigenlijk vooral een puzzelgame. En de puzzel zit hem in de klimmen. Dus het is een soort van voortdurende 3D-omgevingspuzzel. Ja. En ik ben het echt helemaal met je eens. Ik had jouw review nog niet gelezen. En je vroeg mij van, ja, wat vind jij er nou van? En ik zei ook van, ja, leer het character eigenlijk niet kennen. Nee, precies. Die past nog lang niet zo ver als dat jij was. Dus ik dacht, ja, misschien trekt dat nog bij. Maar dat is helaas niet zo. Nee. Ik ging wel met die insteek erin, omdat het een Donut game is. Precies. Ja, dat komt niet uit. Dus wat dan overblijft is een visueel prachtige game. Ja. Ik denk de eerste game in Unreal Engine 5 na Fortnite,
wat echt die engine goed weet te gebruiken. Met leuke, uitdagende, gevarieerde puzzels. Maar geen goed verhaal, helaas. Ja, precies. En ik was het dus ook eens met jou 8. Dat meer ingezeten als het verhaal sterker was. Ja. Nou, dus dat. Maar ja, goed, lees jij de review natuurlijk op ispanederland.nl. Zo is het. Dank jullie wel, mannen. Hey Rick, wij hebben afgelopen week de handen even ineen geslagen. Zeker. Want welke game hebben wij samen gereviewd? Wij hebben het vervolg op My Time at Portia gereviewd, namelijk My Time at Sandrock. Dus we zijn de woestijn ingetrokken om waterputjes te creëren en cactussen leeg te trekken van al het vocht dat ze in zich hadden. En heel veel relaties aan te gaan. En, jongens, ja, wat klinkt fout, joh, hoe jij dit... Ja, dit, ik kan echt aan de lijst gaan denken van, doe je oog even dicht. Okay. Ja, misschien dat de volgorde en woordkeuze wat ongelukkig was, maar er zat geen, zeker niet mijn bedoeling om er een dubbele toon in te zetten. Maar ja, weet je, kijk, ik was niet, jullie weten, ik ben wel fan van My Time at Portia en ik was dat, en ik ben dat niet van My Time at Sandrock. Ik heb het gevoel dat de tijd stilgestaan heeft, dat we een game uit 2017-18 aan het spelen zijn geweest met visueel gedateerd. Ook al zijn het maar kleine laadschermen, maar ieder huisje dat je ingaat volgt met een zwart scherm en een wachtmoment van een paar seconden. Of die Starfield. In een relatief kleine wereld met weinig details vind ik dat echt overbodig. Ik vind het resource management, je bent voortdurend eigenlijk bezig met, ja, fuck, ik heb geen plek meer om dingen mee te nemen. Terwijl dat wel de kern van de game is. Hè? Dus het is verkennen, bouwen en craften en farmen. Dat is de kern van de gameplay. En ja, als je dan voortdurend moet opletten van, ja, oh, nou kan ik deze steen niet meenemen, maar ik heb hem wel nodig. Maar als ik terugloop, dan is mijn stamina dadelijk ook weer op. En ja, ik weet niet, man. Dat in combinatie met forse performance problemen. Het is een leuke game, maar ja, gewoon ja, matig. Wat vond jij ervan dan, Domingo? Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ik heb diezelfde ervaring. Ik heb My Time Portia natuurlijk ook heel veel gespeeld toen die uitkwam. Ik mis toch echt wel het stukje vernieuwing. Ik moet ook zeggen, de minigames die erin zitten, die vind ik dan nog wel vermakelijk. Maar ja, weet je, wat voor mij het grootste struikelblok is in deze game, dat is wat jij ook zegt, het stukje inventory management. Want je gaat op een gegeven moment ga je allerlei dingen bouwen. Hè? Want dat is ook een van de doelstellingen van de game, maak van niets iets. Maar alles wat je maakt, het gaat steeds meer een stapje verder. Je hebt steeds meer verschillende dingen nodig. En die komen stapje bij beetje, ga je die door het ontdekken ook vrijspelen. Alleen dat betekent dat je op een gegeven moment ook gewoon een betere en grotere inventory nodig hebt. En die is er dan gewoon niet. En dat haalt voor mij wel echt het spelplezier eruit. Want ik heb geen zin om constant allerlei spulletjes on the fly ergens in te stoppen of op de grond te gooien. Nee, ik wil gewoon de ruimte hebben om gewoon door te kunnen bouwen. Ja, exact. Ja, hier wat je nu ziet in beeld, Niels, dat is gewoon de ruimte, weet je. Dus ja, zo jammer, jongen. Want op zich, ja, er zit gewoon een kijk, waar deze game wel goed in is, zijn al die sociale interacties en die relaties die je aangaat, die... Net als in My Time at Portia heb je hier ook weer echt gewoon leuke dialogen en leuke characters. Maar ja, als je dan quests van ze krijgt en je kan de helft niet uitvoeren, hè, aaneengesloten, omdat je voortdurend vastzit, omdat je geen ruimte hebt. Ja, ik weet niet meer. Ja. Ik ben er na 4-5 uur mee gestopt, zeg ik heel eerlijk. Het viel me echt tegen, helaas. Ja ik na 10 minuten. Oké. Okay. Ja. Geintje, hoor. Toen de review opgesteld. Ja. Nee, geintje. Ja, dat is zo. Oké. Eens even kijken. Niels, jij hebt als het goed is ook nog een review van onze clan doorgenomen. Want welke review heeft hij gedaan? Dat heb ik wel, ja. Maar als ik zijn review ga behandelen, dan ben ik wel half boek verder, zeg maar. Dus, nou, we hebben nog 19 minuten, dus... Nee, het gaat over de rally game waar hij natuurlijk zijn hart heeft liggen. Om EA Sports WRC. Hij noemt de titel ook van zijn review tot het randje en eroverheen. Nou moet ik zeggen dat... Kijk... Klein is oud redacteur bij ons en
hij heeft altijd goed kunnen schrijven. En dat komt natuurlijk in deze review ook echt weer naar voren. Hij heeft een hele mooie eigen stijl waarbij hij heel uitvoerig ook dingen beschrijft. Maar ik zal het enigszins kort proberen te houden. Hij is positief over de game. Hij vindt nog steeds, het summum is nog steeds Dirt Rally 2.0. Dat is een halve simulatie race game. Daar hebben we toen nog een toernooi gedaan bij XBNL toen in Discord. Ja, Stevas won ook. Ja, dat is echt, ook echt een leuk toernooi. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Je zit bepaalde tijden neer en dan moet je iemand verslaan. Zeg maar, je zit het allemaal in je eigen tijd in plaats van tegelijkertijd online. Ja. Maar dan zeg je, het gevoel van de auto is wel veranderd. Maar niet per se negatief, maar wel gewoon anders. Dus wat meer op snelheid in plaats van grip. En hij zegt, de graphics zijn gewoon goed. En je hebt wel gewoon weer een leuke carrière-modus hier en daar. Maar ja, hij zegt wel, tot nu toe zijn er nog wel performance issues. Die worden ongetwijfeld later uitgepatcht. Dus dat heeft hij ook niet meegenomen in zijn cijfer, eerder gezegd. De carrière-modus, hoewel die wel goed is qua inhoud, hij is ook wel weer doorsnee. Dus dat is ook niet iets speciaals of zo. Dus, goed, over het algemeen is erg positief. Lekkere rally game. Ik moet zeggen, na het lezen van zijn review, dus ga het zeker even doen, ietsmetnederland.nl, had ik wel zoiets van, dat wil ik eigenlijk ook weer doen, man. Die rally game. Maar ja, ik weet dat de backlog is van dit jaar. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus dat weet ik nu al. Maar ik heb me toen wel met Dirt Rally opzettend vermaakt. Dus ja, weet je, als die ooit in de Game Pass komt of zo, of ik kan natuurlijk ook, volgens mij met EA Access kan ik wel wat uurtjes spelen alvast. Toch misschien even proberen. Hij is 5 tientjes, hè? Dus op zich is dat nog wel een redelijk bedrag. Ja, klopt. Ik had voor mij dus wel. Het is wel weer leuk om een soort van competitie op te zetten, als ze maar voor een paar races. Ja. Ja. Nice. Goed. Ja, dat. Welk cijfer gaf hij hem? 8. Netjes. Dankjewel, yes. Niels. Dan hebben we eigenlijk nog 2 reviews over. En die zijn allebei door mij geschreven. En dan beginnen we met Sonic Superstars van onze vrienden van Sega. Een game waar ik eigenlijk best wel in eerste instantie naar uitkeek. Maar die de verwachtingen helaas toch maar half waar wisten te maken. Ik vind het een hele kleurrijke, strak vormgegeven game. Ze hebben echt die achtergronden, die hebben ze wel een beetje op maat gemaakt naar wat je nu een beetje verwacht naar van games met dit soort graphics. Ze hebben gepoogd daarbij terug te gaan eigenlijk naar de klassieke Sonic games. Dat hebben ze de afgelopen jaren niet meer gedaan, omdat ze onder andere een open world Sonic hadden en ik geloof ook nog eentje in 3D. Daar zijn ze wat mij betreft echt maar half in geslaagd. Ik heb aangegeven in mijn review dat ik de layout van de levels niet helemaal logisch vind altijd. Dat ik de extra game modes die erin zitten, want je hebt onder andere een time attack, dat ik die behoorlijk oppervlakkig vind en dat het echt alleen geschikt is voor de echte fans. Nou ja, ik had het er vorige week nog met Rick over. Die tijden die kun je neerzetten online. En ik zag de gasten tussen die levels blijkbaar in 0 seconden hebben voltooid. Dus weet je, een stukje uitdaging er ook gelijk wel uit. En de game had daarnaast ook nog eens, vooral als je het in co-op gaat spelen, last van behoorlijke frame drops. En juist bij zo'n game waarin snelheid centraal staat, is dat wat mij betreft niet wenselijk. Dus ik heb de game uiteindelijk een 6,5 gegeven. Ja. Jammer. Heel jammer, ja. Maar er was nog een andere review. En dat was eentje die mij wel heel vrolijk wist te stemmen. Dat was die namelijk van EA Sports UFC 5. Aangegeven, weet je, MMA, dat soort dingen heb ik zelf eigenlijk helemaal niks mee. Maar de games die afgelopen jaren uitkwamen, die vond ik toch altijd wel heel vermakelijk. En dat geldt eigenlijk ook weer voor deze game. Het ziet er ontzettend strak uit. Het game is heel zweervol. En waar EA wat mij betreft dit jaar echt een stap vooruit in heeft gemaakt, dat is het vernieuwde schadesysteem. Even voor je beeldvorming, mannen. Bij de voorgaande games, tuurlijk, zag je wel eens een keer een sneetje ontstaan of een blauw oog. Maar dat was het dan ook. Daar gaan ze in dit deel een stukje verder in. Als jij je tegenstander meerdere keren een klap op zijn rechter kaak geeft of op zijn wang, dan gaat er op een gegeven moment, zie je daar letterlijk een snee ontstaan. En des te vaker jij op die plek gaat lopen rammen, des te meer bloed er begint te vloeien. En dat krijg je op een gegeven moment, gaat dat gewoon die hele octagon door. En dat is zo ontzettend strak vormgegeven. Dus wat dat er gaat, echt een mooi stapje vooruit.
Daarnaast, ja, heb ik ook aangegeven, de career, die gaat ook even één stapje verder. Daar zitten wat meer cutscenes in, waarin wat dieper wordt ingegaan op een stukje verhaal. Enige nadeel wat ik wel aan de game vind, en dat was ook bij de voorgaande career zo, dat je na een verloop van tijd, ja, je bent eigenlijk alleen maar bezig met een beetje kleppen met je fans op social media. Je bent bezig met trainen en vervolgens ga je naar een gevecht toe. En ja, dan valt toch wel een stukje herhaling binnen. Maar ik heb de game desalniettemin met één minpuntje een dikke 9 gegeven. En dat is mijn hoogste cijfer die ik ooit voor een game heb gegeven tot nu toe. Ooit voor een game? Zeg je? Zeg nou, het... Ja, voor nooit... review. Echt? Ja, ik heb nooit hoger gegeven dan dat. Sick. Dus, dat waren ze, jongens. Mooi, mooie afsluiter. Dat dacht ik. We moesten nog even hebben over een column. En daar hebben we geen deuntje voor. Nee. Maar ja, het is al een paar keer geteased eigenlijk. Ik heb afgelopen week een column geschreven. Omtrent het feit dat ik toch wel het gevoel heb... dat wij eigenlijk tot aan oktober... redelijk verwend zijn met games. Dat de topgames ook op een mooi verdeeld moment uitkwamen. Hè. Gemiddeld kwamen er eigenlijk het hele jaar 1 à 2 topgames per maand uit. Wat voor mij in ieder geval rust en overzicht creëerde. En toen kwam daar opeens oktober uit. En het was net alsof er een hele doos met Lego aan games werd uitgestrooid. Zo van jongens, red je er maar mee. En vergreep eruit. Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 hebben we onder andere gehad. Ik weet niet of jullie er nog een paar even te binnen schieten. Ik heb het allemaal wel in mijn artikel staan, maar ik heb het even niet meer in mijn achterhoofd. Maar ik vind het nogal overheersend. En ik zit nu op een punt dat ik niet meer weet welke games moet ik nou in hemelsnaam gaan spelen. Oh ja, sorry. Dat waren trouwens nog een PlayStation game, een Nintendo game. Spider-Man 2 en Super Mario Wonder. Dus ik ben een beetje de weg kwijt soms, merk ik. Hoe zit dat bij jullie? Ja... Nee, ja, eens. Dit was echt een overkill. Eigenlijk begon het al een beetje in september. Toen we in oktober zagen aankomen dat er heel veel games gingen uitkomen, zagen we ook de eerste publishers die eieren voor hun geld kozen en zeiden, nou, we gaan toch onze games uitstellen. Alone in the Dark is daar een voorbeeld van. Banishers van Ghost of New Eden van Donut is daar een voorbeeld van. En zo zijn er nog meer games geweest. En desondanks was het gewoon niet te doen. In de zin van, er zijn echt games gereleased die in oktober, in iedere andere maand dit jaar, ik waarschijnlijk gewoon day one opgepikt zou hebben, full price gekocht zou hebben. Ja. Maar nu, als ik puur naar mezelf kijk, ja, gewoon niet gekocht heb, omdat, ja, er ligt nog zoveel. Ik moet spelen. Ja. Weet je, dus Lords of the Fallen is daar een voorbeeld. Bijvoorbeeld van Sonic Superstars. Nou blijkt die review niet zo goed te zijn, maar waarschijnlijk had ik daar niet op gewacht als ik tijd had. De review is wel goed, de game is niet goed. Ja, de review is om door een ringetje te halen. Die was inderdaad heel goed. Maar, die zou ik waarschijnlijk gewoon gekocht hebben. En zo nog wel wat meer van dat soort games. Ja, dit is te veel. En dus het gevolg daarvan is dat als ik dat zo voel, dan zullen andere gamers dat ook hebben. En dus uitgevers snijden zichzelf ook mee in de vingers. Games raken gewoon ondergesneeuwd. En dus ja, ik had het liever wat meer gespreid gezien. Dadelijk in december rustige maand. Ja. Juni, juli, augustus waren relatief rustig. Ook druk ten opzichte van andere jaren in die periode. Ja, ja, had in die periodes wat uitgebracht. Maar goed, ja, weet je, uitgevers gaan niet met elkaar bellen van ja, breng jij je game uit? Oh ja, oké, nou weet je, doe ik het wel een week later. Ja, zo werkt het ook niet. Dus ik snap ook wel dat ik een suggestie doe die in de praktijk natuurlijk nooit kan. Maar als consument had ik het liever zo gezien. Ja. Dus ja, eigenlijk was hiervoor gewoon maar één oplossing geweest. Hè? Voor oktober. Er is maar één oplossing die men had kunnen aanbieden om te zorgen dat dit niet was gebeurd. En dat was Rockstar die gewoon GTA 6 had uitgebracht. Had iedereen dan was iedereen gewoon er vandoor gegaan. Dat weet ik zeker. Ja, maar dan was alsnog, weet je, Sea of Thieves seizoen 10 en dan was het RIP Rockstar. Ja. Ja. En hoe ervaar jij dat, Niels? Ja, weet je, mijn backlog is altijd al groot. Dus en dit jaar ben ik gaan reizen naar Japan. Ik kom net uit Argentinië begin van het jaar. Ik heb
Nu sinds half augustus nieuw werk. Ik heb sowieso niet heel veel gegamed ook dit jaar. Maar nee, ik moet nog zoveel spelen. Ik heb dan Dead Island 2 dan op de backlog voor ons twee co-op. Je hebt Star Wars Jedi Survivor. Baldur's Gate 3, dat is natuurlijk een moloch van 150 uur. Ja, dat is niet normaal. Ravenlock is een kleinere game nog steeds wil spelen. Hoa, Ghostwire Tokyo is dan een ander jaar. Elden Ring is ook een ander jaar, moet nog steeds spelen. Cyberpunk DLC. Spider-Man 2. Lies of P. Mirage. Motorfest. Lies of P. Oh, nog een keer. Spiritfarer, die kwam weer in de Game Pass. Dat is ook een ander jaar. Banishes is dan uitgesteld. Random 2, daar nog steeds super tof. Want de review was gewoon heel erg positief. Ja. Er komt nog Avatar aan en Prince of Persia in het begin van volgend jaar. Dat vind je... En dan heb ik heel veel titels overgeslagen, zeg maar, die nog... Ga je geen Alan Wake 2 spelen? Alan Wake 2 hoef ik niet per se nu te spelen. Die wil ik al zeker absoluut gaan spelen. Maar dat is bij mij geen day one iets of zo. Maar ik ga ook wel even toevoegen naar het zegt. Potverdikkie. Nice, ik wou net zeggen, laat deze als je niet horen. Even het documentje even lekker aanpassen, hoor. Kijk, zelfs terwijl we de podcast opnemen, wordt de backlog van Niels nog groter. Ja, in zo'n rap tempo komt alles. Maar bijvoorbeeld ook, dit jaar is ook nog Resident Evil 4 bijvoorbeeld uitgekomen in de remake. En die wil ik zo graag spelen ook. De Dead Space remake is nu trouwens ook beschikbaar via Game Pass. Kun je ook nog gaan spelen, ook een goede game. Ik ben er gelijk bij, Dead Space. Ja. Nou, er zijn er drie titels bijgekomen, jongens. Dus kom maar door. Dus eigenlijk hebben we geen oplossing van dit probleem, maar wel een uitbreiding van dit probleem gekregen. Nou, in dit geval voor Niels. Het is ook gewoon, precies. Het is ook net hoe je privéomstandigheden zijn. Of dat je bijvoorbeeld net vader bent geworden, zoals Domingo. En het zijn ook gewoon heel veel goede titels dit jaar. Dus het zijn ook wel titels die je niet wil laten liggen, weet je wel. Dan denk ik van, dit moet ik gewoon eens spelen. Ja. Alright, mannen. Niels, mag ik een tuintje voor de vragen? De vragen van deze week. Mag ik misschien een vraag stellen? Mijn game loopt vast. De vragen van deze week. Otto. Nice. En we hebben er eigenlijk maar eentje deze week. En die is van onze community lid Martin Spijer. En dat is wel een interessante vraag die hij stelt. Ik vind het ook een moeilijke vraag. Maar hij vraagt letterlijk... Nu we het einde van het jaar naderen, wat denken jullie dat de meest verkochte game dit jaar gaat worden voor de Xbox? Zo? Ja. Dat is inderdaad wel een goeie. Ik weet in ieder geval wel dat begin dit jaar Hogwarts Legacy bijvoorbeeld, die had echt wel, dat was een mega succes. Dus die is echt wel, die kwam ik aan het begin van het jaar natuurlijk uit. Dus die gaat gewoon gedurende het hele jaar blijft dat natuurlijk verkopen. Dus dat is een goede kans hebben, ja. Wat denk jij, Rick? Ja, als je EA Sports of FIFA, weet ik veel hoe het tegenwoordig heet, en Call of Duty niet meerekent, beschouwing, had ik ook Hogwarts Legacy, denk ik, op 1. Diablo 4 op 2? Diablo meer dan Starfield, weet ik niet. Maar ik denk dat Hogwarts Legacy dan op 1 staat. En dan wat daarna komt, vind ik lastig in te schatten... Omdat je ook zo'n Game Pass effect hebt. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat Diablo 4 meer verkocht is dan Starfield, misschien. Maar Starfield heeft absoluut waarschijnlijk meer spelers op Xbox. Ja. Maar ik denk dat ze allemaal niet aan Hogwarts Legacy kunnen tippen. Ja. Nou, ik heb hier toevallig even een lijstje voor mij met best verkochte games. En Hogwarts Legacy blijft inderdaad daarin wel een van de koplopers. Staat op 15 miljoen. Zo. Ik zie trouwens wel dat hij is ingehaald door Tears of the Kingdom, door Zelda. Ja, Met 18,5, maar goed, dat is even terzijde. Even voor je beeldvorming. Ja, ik vind het wel lastig. Hè? Diablo heeft in totaal 12 miljoen keer is die verkocht. Dat is een beetje een rare deze. Bij Starfield geven ze aan dat ze meer dan 10 miljoen spelers hebben. Dat zegt natuurlijk helemaal niks over je verkopen. Dus dat is wel een beetje jammer dat zo is genoteerd. Ja. Verder erin trouwens in de lijst die ik nog vind, Resident Evil 4 remake, meer dan 5 miljoen keer. Street Fighter 6, meer dan 2 miljoen keer. Dus ik denk dat als je dit soort titels ziet en weten dat die ook allemaal voor de Xbox zijn uitgekomen, dan denk ik dat je toch wel richting Hogwarts Legacy moet gaan denken. Jongens, 15 miljoen keer verkocht, heb je toch wel budget voor een tweede deel, hoor. Ja, het is echt insane. Ja. Lekker, man. Goed. De hele Harry Potter fanbase natuurlijk achter. Ja, eerst even die zwerkbalgame en dan kijken we verder. Nou. Ja.
Hey, Niels, het is voor tijd voor je volgende geluidje. Ja? Oh, ja. Nou, dan komt hij dan. Toch? Of wil je een andere? Nee, dat is goed. Ik ben ook oprecht blij dat jij er weer bent. Want normaal heb ik zo'n Twentenaar aan de andere kant zitten. En je zit dan... Hè? Oh, Nick. Wil je geluidje hebben? Oh, dat hangt niet begrepen. En dan ga jij weer niet duidelijker zijn, hè? Helemaal niks mee. Arme Jef, jongen. Arme Jef. Arme Jef. Niels. Zijn week niet wordt gelijk geroast. Vertel, jouw backlog wordt steeds groter. Maar wat heb je gespeeld afgelopen week? Die janken geblazen. Ja, het is, ik heb niet gegamed volgens mij afgelopen week. Ik heb überhaupt de afgelopen 4 weken niet de Xbox aangeraakt. Dus ik heb zeg maar, alleen de Xbox aangeraakt voor Suzanne, dat die moest reviewen. Dus ik heb niks om te melden. Maar betekent Jussa ook alweer in het Frans iets met... Een terugtrekkende zee. Oh ja, dat was het, ja. Ja. Receding tide. Ja. Komende week gaan we daar veranderingen in brengen, Niels. Ja, ja precies. Dan kun je in ieder geval Rocket League er weer bij afstrepen. Yes. En Fortnite. Jij hebt het niet zo gehad over Fortnite, hè? Nieuwe seizoen. Maar goed, dat is gewoon OG Fortnite. Maar... Ja, daarom. Ja. Rick, hoe zag jouw gameweek eruit? Wat zal ik eens vertellen? Ik denk Sea of Thieves is het voornaamste geweest. We hebben natuurlijk sinds 1,5 week, of 2,5 week inmiddels alweer, een nieuw seizoen. Maar afgelopen weekend was Goals and Glory weekend, dus kreeg je dubbel XP. Dus wat we gedaan hebben, is met de XBNL Guild, die er inmiddels bestaat. We hebben nog 3 spots over, mensen. Mocht je lid willen worden van onze guild, kom dan even naar onze Discord. Je kan er nog bij. En dan zit de guild van 24 vol. En wat we gedaan hebben met de guild is afgelopen dagen veel Sea of Thieves gespeeld. En in het bijzonder de PvP-mode, omdat je daar veel XP voor kon krijgen. En we hebben inmiddels de achievement gehaald voor guild level 15. Dus dat was cool. De eerste belangrijke mijlpaal. Nice. En dat was gewoon leuk. Hij was als vanouds leuk. De servers zaten goed vol, maar er was geen gedoe met server disconnecties of wat dan ook. Dus het was gewoon lekker spelen. Lekker veel PvP. En tussendoor freeromen. Ja, verder nog wat kleine games. Maar laten we maar richting afronding gaan. Wat heb jij gespeeld, Domingo? Ik heb eergisteren Assassin's Creed Mirage uitgespeeld. Om toch maar die backlog een beetje af te strepen. Een game die... maar een beetje halverwege wel iets meer wist te boeien. Maar toch niet helemaal dat Assassin's Creed... gevoel wist te geven. Ik blijf toch het gevoel hebben dat ik een grote DLC aan het spelen ben. En nou ja, even zonder spoilers. Het einde heeft mij met meer vraagtekens en een gebrek aan voldoening achtergelaten. Dus ik ben er niet heel happy mee. Tussendoor natuurlijk een aantal review games gedaan die we net hebben besproken. En ik ben nu bezig met het afronden van de campaign van Modern Warfare 3. Oh ja. En dat is eigenlijk mijn gameweek. Wordt een leuk, vast gewoon een leuk topic volgende week. De campaign van Modern Warfare 3. Ja, dat wordt zeker een leuk topic. Ja. Gaan we doen. Meer zeggen we niet. Nee. Hey Niels, mag ik van jou een achievement? Zeker. Ja. En nog even zo. Kijk, mooi. Want die hebben onze luisteraars en onze kijkers natuurlijk wel weer verdiend voor hun talloze support en donaties vanaf €49,99 per maand. Ja, precies. Hey, mensen, ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren, voor het kijken. En wat mij betreft iedereen een heel fijn weekend gewenst. Inderdaad. Tot het weekend. Joep, bye.